Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. We zijn een theaterduo inderdaad en we zijn uitgegroeid door een groep tot een groep. Omdat dat mijn droom was. Met een grote groep onderweg, à la Jesus Christ Superstar. In een bus onderweg. En die droom is uitgekomen? Die droom is uitgekomen. Maar we zijn nog niet zo goed als Jesus Christ Superstar. Daar moeten we nog even aan werken. Maar ja, je moet ook wel een beetje go with the flow. Dus je moet de dingen doen die geld opleveren. Kijk, en het liefste willen we een hele musical en show neerzetten. Maar als dat nog niet gevraagd wordt, is het natuurlijk stom om daar al je energie in te stoppen. Om dat neer te zetten. Is dat nog een toekomstdroom dan van jou? Nou, dat is geen droom. Dat is een moeten bijna. Een moet? De mensen die in de groep vragen er ook om. Van het moet af, we willen echt naar dat punt toe dat het echt helemaal af is. Dat alles bij elkaar komt. Ze zien al die acts wel en ze voelen ook wel dat het bij elkaar hoort. Maar de rode draad is nog niet helemaal fijn gespannen. Maar we spelen meer nog op straat tussen voorbijgaande mensen. Dus die staan ook niet te wachten op een verhaal van een half uur. Nee, maar hoe reageren mensen doorgaans op jullie theater dan? Nou, dat het hun op een bepaald gevoel wel aanspreekt en in de onderbuik wat doet. Ja. Maar dat ze er geen bal van snappen. Het is een belevenis, zeggen de mensen altijd. Op vakantie. Een belevenis, ja. Een belevenis. Want hoeveel ex heb je nou in totaal dan? Nou, toen ik begon heb ik al gepretendeerd 101 te hebben. Maar daar zijn we natuurlijk nog steeds mee bezig om 101 ex te bouwen. Ja. Die de wereld beschrijven. Elk act verstelt dus een stukje cultuur en een stukje geschiedenis of een stukje deel van de wereld. Maar er zijn ook wel culturen en delen van de wereld die ik een beetje door elkaar hussel. Ja, alles komt toch van één, hè? In alle ideeën die je hebt, dan heb je toch heel veel mensenkennis of kennis van de wereld nodig? Lijkt mij. Ja, maar daarom heet ik ook de Raaf. De Raaf heeft heel veel kennis van de wereld. Als we naar een optreden gaan van jullie theater, wat zien we dan? Wat zien we dan? Ja, een impressionistisch plaatje van verschillende acts door elkaar. Nee, wat zien we dan? Een stukje cultuur van deze streek. Nou, ook onzin. Gewoon, fantastische dingen die aan mijn brein zijn ontsproten. Wat eigenlijk ook weer uit deze wereld komt, want je kunt niks zelf verzinnen of zo. Het is allemaal al eens gedaan. Het is mijn vertaling van hoe ik ernaar kijk. Maar je komt van een boerderij. Nooit gedacht om de boerderij van je ouders over te gaan nemen? Ja, dat was wel de bedoeling, maar is niet gebeurd. Mijn broer doet het. En twee kapiteins op één schip is toch niks. Wat was de reactie van je ouders dan toen je zei van ik kies toch een andere weg? Tja,
Wat was de reactie? Volg je hart? Nee. Volg je hart? Nee, nee, dat niet in het begin. Dat was eerst nogal lastig. Dat ik naar de kunstacademie ging. Maar ja, ik was al wel jaren bezig met bandjes en zo, dus... Ze zagen ook wel in misschien dat het... De weg was wie ik moest gaan. Volg je hart, ja. Klaar. Je zegt band, dat is dus niet het enige wat je doet. Kostuums maken onder andere. Je maakt ook muziek. Ja. Muziek maken is mijn eerste passie. Allemaal autodidactisch, hè? Ik leer me alles zelf. Nooit les gehad, muziekles? Ja, ooit wel een jaartje heb ik een beetje basles gehad en een beetje geweten waar de tonen zitten en hoe het correspondeert met de gitaar. Ja. En dat is eigenlijk de ondergrond, een beetje muziek op de HAVO. Is genoeg om zelf van stad te gaan. Niet goed zo. Dat wordt te heet. Zijn jouw ouders ook wel eens bij een optreden geweest? Ja hoor. Heeft wel lang geduurd. Eerst even de kerk de boom kieken. Maar wat was hun reactie dan? Zien ja, ze... mooi. Weet ik niet, hebben ze ooit een reactie gegeven? Dat was vals. Hartstikke vals. Ja, zingt wie de valse kraaien, weet je wel? Niet de walsen raven, maar de valse kraaien. Ja. Ja, elk vogeltje zingt zoals die gebekt is. En ik ben nogal vals gebekt, helaas. Ik vind vals ook altijd heel mooi. Onze organist die wil alles altijd gestemd hebben. We hebben twee trekzaken. Eén gestemde trekzaak. En die trekzaak voor mij is zo vals als maar kan. Maar dat geeft veel meer vibe, vind ik. Het is ook zo perfect geworden, weet je wel. Het is echt helemaal perfect. Moet je eens kijken hoe het eruit ziet. Ja, ik ben echt trots op mezelf, weet je wel. Ach ja, je hangt nog een draadje, maar ja. Kijk, als je dan mijn oude vleugels ziet, die al 1000 keer dienst hadden gedaan. Even de vleugels van mama weg. En dan hebben we de vleugels van papa vogel. Die zijn er na zo'n 500 keer. Hebben we hem een keer losgehaald. Want de vleugel was ook gebroken. Kijk, dit is gewoon allemaal net iets rauwer nog. Maar is ook wel slijtage door al die jaren. Stuk zwaarder, maar ook veel groter. Zo hebben we dus nu drie vogels. Een vogelpaar en hun vogeltje. Het vogeltje vliegt uit. Het vogeltje vliegt uit. Ja, je moet oppassen dat je jezelf niet gaat herhalen. Hè. Op een gegeven moment kom je op het punt dat je gewoon dezelfde kostuums opnieuw gaat maken. Want het eerste waterkostuum is hier nog zo'n jurkje van. Een grote hoepeljurk. En je zit er van die leren riem met van die vakken. En daar komt dan zo'n heel groot blauw spul in. Wat we allemaal waait in de wind. Een soort windkostuum. Die ga ik er nu niet helemaal uithalen, want dan hebben we het hele hok vol. En mijn assistent geeft even mijn gitaar aan. Dames en heren, jongens en meisjes, we nemen u mee op een reis rond de wereld. En gebruik je dit ook in je ex? Met het theater? Mm-hmm.
Dankjewel. Gaat het aardig. Kijken of die gestemd is. Kunnen jullie ook fluiten? Fluit dan maar met ons mee. Goed zo. Heel mooi. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Zing maar mee. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Vlieg naar links en ik vlieg naar rechts. Vlieg naar links en dan naar rechts. Vlieg naar links, vlieg naar rechts. Vlieg dan heen. En dan weer terug. Gaan we weer fluiten. Zingen we het weer. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Zing maar mee. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Goed zo. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Dat kan harder. Ik ben een vogeltje, ik vlieg in de lucht. Vlieg omhoog en ik vlieg omlaag. Vlieg omhoog en dan weer laag. Vlieg omhoog, vlieg omlaag. Vlieg dan heen. En dan weer terug. Over de bergen wil ik vliegen. Langs luchtlagen wiegen. Op en neer, heen en weer in de lucht. Het leven is een klucht en ik ben op de vlucht. Vlieg naar de zon, ik vlieg naar de maan. Vlieg op achter een ander aan. Vlieg vaak vrij, vlieg vaak vlug. Vlieg graag uren op mijn rug. Vlieg naar de zon, ik vlieg naar de maan. Vlieg ook achter een ander aan. Vlieg vaak vrij, vlieg vaak vlug. Vlieg graag uren op mijn rug. Zo, dit was ook een stuk uit het theater, neem ik aan. Ja, ja, dat zit er wel in, hè. En hoe verzinnen jullie dit? Hoe bedenken jullie dit? Samen of? Nee, ik ben het vogeltjeslied echt gaan schrijven. Okay. Op een gegeven moment ik dacht ik wil een liedje hebben voor kinderen en ik kon nog geen gitaar spelen, alleen twee akkoorden of drie. En daar heb ik het liedje toen mee gemaakt. We zijn heel eigen. We zijn heel eigen. Ja, vind ik wel. Mensen kijken soms ook echt heel verbaasd of van, goh, hoe doen die dat toch allemaal? Iets heel simpels. Een dansje, een liedje en dan blijft ze gewoon staan kijken. Ja. Heel bijzonder. Ja. Ja.